Als ik het zo een beetje aan het bekijken was wat jij aan het doen bent, alleen, zo jong en al die dingen al doen, mag ik spreken van een self-made woman? Ja, het is een beetje veel misschien, maar ik heb wel heel veel hulp van mijn ouders en van mijn familie, want zonder hun kan ik het zeker niet. En wat doe je daar allemaal? Ik doe het melkveebedrijf en de verwerking en de markten. Dus, maar ik heb wel, ja, like de akkerbouw, probeer ik toch zoveel mogelijk keer mijn broers te laten doen ofzo. We kregen hier van dat op telefoon zijn dat ze producten wilden komen, had niet even moeten dicht doen natuurlijk, hè, met deze wedstrijd. Ja, ik ben een weekje gesloten. Heb gelijk. Nu, melk als basisproduct is heel belangrijk bij u. Iedereen kent al generaties de slogan melk de witte motor. Nu, is dat nog altijd geldig? Goh. Het is natuurlijk nog altijd belangrijk, het is iets goeds voor je lichaam, maar ja, tro is tro en alles met te voor is niet goed, behalve tevreden. Dat is een goeie. Nu, als je afgestudeerd bent in de landbouw, heb je een jaar in Frankrijk gewerkt, in de Vooralpen als ik het juist voor heb. Nu, wat was daar anders of welke ervaring kon je meebrengen uit Frankrijk voor uw bedrijf? Het heeft me toch leren werken op een bepaalde manier en leren omgaan met al de andere dingen in de natuur daar. En ik ben hen er daar heel veel dankbaar voor. Ze zijn hier ook vanavond, dus ik wil hen er heel erg bedanken daarvoor. Ze zijn echt super goede vrienden geworden, zo niet meer zonder hun herken. Uit de Vooralpen naar hier gekomen? Ja, ja, voor een dagje. Dus dikke applaus voor hen. En het heeft ook mij geleerd om samen te werken met dat samenwerken met andere mensen en met boeren, dat heel belangrijk is. Alleen zo kunnen we vooruit gaan. Stel dat het kabinet van de minister voor Landbouw u zou om advies vragen, wat zou je dan meteen willen aanbevelen? In West-Vlaanderen hebben wij het logo 100% West-Vlaams. En dat is eigenlijk een hele mooie campagne. En eigenlijk zou dat wel over heel Vlaanderen mogen, zoiets als 100% West-Vlaams. En dan wanneer het 100% Vlaams van maken dan? Zeg je? En dan er 100% Vlaams van maken. Ja, ja, absoluut. Het zou wel een mooie merknaam zijn. Wel, er is er iemand hier van het kabinet die kan dat al meteen meenemen. Dank u wel, ik wens u verder ook veel succes. Uw applaus voor Evelien Maas! Ja.